Cultuur in actie. Cultuur in actie via cultuurinactie.nl. Alweer mijn laatste uur, de tijd vliegt voorbij. Ik begin wel een beetje door mijn deo heen te breken. Maar gelukkig zitten jullie op anderhalve meter afstand. Komt helemaal goed. Michelle Bernard en Jorge Bolle. Docenten, allebei. Jij van de kleintjes? Ja, basisschool, kleuters in dit geval. Ik heb ooit de kleuterkweekschool gedaan. En met nog steeds veel plezier in Amsterdam-West. En de school ligt aan jouw school. We kijken naar elkaar. Middelbare school in Amsterdam-Nieuw-West. Het is een bijzondere populatie. Het wordt iets gemengder. Alle kinderen hebben heel veel baat bij cultuur. Zeker ook bij ons in de buurt. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, wij hebben hier natuurlijk nu een virtuele demonstratie. Ja. En onze laatste demonstratie uiteraard als docenten was op de Dam. Hebben we een foto van, als het goed is? Ja, dat was op 30 januari. Het was heel koud. Toen woedde er al wel een virus, maar nog niet zozeer bij ons. Toen kregen wij dit in onze handen gedrukt. En dat is natuurlijk hier ook aan tafel, geloof ik, heel vaak genoemd. Er moet natuurlijk gewoon meer waardering komen voor cultuur sowieso. En op de achterkant stond dan natuurlijk voor onderwijs. Ja, daar heb je die foto's. Ja. En ik heb erbij geschreven ook voor cultuur, want dat gaat samen. Dus ik had als een goede docent had ik mijn les een beetje voorbereid. Je hebt huiswerk gemaakt, heerlijk. Ja, kijk, toen dit allemaal losbarstte, toen bleek ineens dat wij als leraar een vitaal beroep hebben. Ja. Dat had ik nooit zo beseft. Nee. Wij als leraar zijn over het algemeen creatief. Dat schijnt heel fijn te zijn als je leraar wil worden. En wat doe je dan ook nog? Dan maak je dus heel veel gebruik van cultuur. Allerlei vormen. Boeken, muziek, liedjes, ik geef Engels, dus hoe heerlijk is dat? Ik kan alles gebruiken. Het rare is dus dat wij als docenten een vitaal beroep hebben, maar waarom hebben de mensen in de culturele sector geen vitaal beroep? Cruciaal zelfs, schijnt ook het synoniem te zijn. Moet je dan ook je petje wisselen, zeg maar? Dus stel, je bent ook dichter en vertaalster. Als je dan gaat optreden, dan ben je opeens niet meer vitaal? Ik treed niet meer op, alleen voor mijn kinderen. Maar dat is dus ook een zwart gat nu, hè? Digitaal allemaal. Dus daar worden we ook allemaal heel erg ongelukkig van. En die kinderen van. Die kennen al die gedichten wel. Die denken, oh, maar daar gaat ze weer. Nou, of ze allemaal kennen, dat hoop ik inderdaad altijd. Maar ja, het punt wat ik eigenlijk wil maken is dat het is dus logisch dat wij dan inderdaad putten uit cultuur, dat wij een vitaal beroep zijn. Maar ik vind het zo dus onlogisch. Wij vallen ook allemaal inderdaad onder één ministerie, is ook al vaak gezegd. Cultuur en onderwijs. Maar waarom, nogmaals, is die culturele sector niet vitaal? Idioot. Ik heb ook een klein boekje meegenomen om te laten zien hoe belangrijk het is. Dit boekje heb ik ooit vertaald. En dat gaat over, ik lees het inderdaad eventjes voor, de achterkant ook. Het gaat over Jack. Jack is een jongen. Jongens schrijven geen gedichten in de weerstand. Meisjes schrijven gedichten. Maar zijn juf zet door en voor hij het weet schrijft Jack zijn eigen gedichten. Het liefst over zijn hond Sprint. Als schrijvend merkt Jack dat hij ook zijn emoties, zijn vreugde en zijn verdriet in woorden om kan zetten. Hier is nou ook een kindervoorstelling van geweest die al 8 jaar draait. Hè? Dus zo belangrijk is dat allemaal. Goed. Het is een dagboek. Op 7 maart schrijft Jack, die dus eindelijk toch gedicht aan het schrijven is. Ik werd een beetje verlegen toen mensen dingen tegen me zeiden als mooi gedicht Jack. En hoe kwam je erop Jack? En dat gedicht dat u hebt opgehangen over die boom met de vorm van een boom. Geen nepboom, maar een echte boom met wilde takken vond ik heel erg mooi. Maar ik zou graag willen weten wie die anonieme dichter uit onze klas is die hem heeft geschreven en waarom hij of zij niet wilde dat zijn of haar naam erbij stond. Was het net als ik toen ik dacht dat mijn woorden geen gedichten waren? Misschien kunt u zeggen tegen de anonieme boomdichter dat zijn of haar boomgedicht echt een gedicht is. Echt waar. En ook een mooi gedicht is. Mooi. En ik geef graag het woord aan mijn zeer creatieve collega. Ja. Voor ik het vergeet, want straks het is kort tijd. Dicht krijg je alvast van mij als dank voor dankjewel. Jouw mooie werk. Ik zal ontsmet hem even. Ja, doe maar even. Ontsmet hem maar even. Dankjewel. Die is lekker voor thuis. Dat is mijn laatste dichtbundel. Maar ik heb speciaal voor vandaag. Ja. Ik hoorde jouw naam, dat jij ons zou interviewen. En ik dacht, wacht even, daar ga ik wat mee doen. Oh. Dus ik heb
Want ik dacht vanmorgen, vanmiddag word ik geïnterviewd door een Gunneweg. En toen ben ik je gaan googelen. Oh mijn god. Jongens. Wij kennen elkaar niet, dus dat is mooi. Je energieke kop herkende ik wel toen ik je aan het googelen was. Dus toen snapte ik het. En dat was het uitgangspunt voor dit gedicht. Wauw, ik ben nu al vereerd. Rutte, 10 pond stutte, had Gunneweg met nog een N erbij moeten heten. M. Gunneweg. Ik ben niet vergeten hoe hij zorg, onderwijs en kunst zo vaak vergat. Hij keek altijd hoog op naar de banken. En toen deze vielen, stond hij daar klaar met beide handen. Diepe zakken met monden vol bedanken. En nu, noodgedwongen in coronatijd, zijn onderwijs en zorg belangrijk, zoals het nu lijkt. Maar wat blijkt, de kunst lijkt in de daden van M en zijn consorten niet van levensbelang. En kunst is dat wel. En daarom zit ik hier. Namens Erik de Vries, Hans Snoek, Bert Schierbeek, Frans Halsema, Ronald M. Offerman, net overleden. Zomaar wat namen uit een stoet uit mijn verleden. Ze zijn er nog. Zij hebben mij gevormd. En al die muzikanten, schrijvers, dichters, filmmakers, schilders en striptekenaars, dansers, acteurs en dromers. Zij zijn de kleur en adem van het leven. Punt. Ja. Heel vers, hè? Vers gedicht. Kaartje net vanmorgen gemaakt. Prachtig. Ja. Op mij zit het op mijn school, uitkijkend naar haar school, laat het me zo zeggen. Want dat is een mooi beeld, hè? De kinderen die ik lesgeef, die ik mag lesgeven tot hun 8e verjaardag, die gaan naar de middelbare school naast ons, Comenius. Komen van de Huizinga, school waar ik als kind ook al op gezeten heb, 20 jaar nu meester ben. En zij ziet die kinderen komen. En die verbinding is ook heel mooi. We doen ook dingen samen. We hebben voorleessessies. Dat de oude... Daar is een foto van. Dat de oudere kinderen... Daar is een foto van, dat willen wij. De jonge kleuters gaan voorlezen. En dat is geweldig om te zien, die verbinding. Kijk eens, ja. Dat is... Hoe mooi is het? En dat kan gewoon allemaal nu nog steeds? Want er is natuurlijk nee, een en ander veranderd. Nee, dit zou nu niet meer kunnen. Dat is natuurlijk triest. Zou nu niet meer kunnen. Nee, dit is al geschiedenis. Dat waren mooie momenten, dat die oudere kinderen dan die kleine kinderen bij de hand nemen en hun favoriete boek voorlezen bijvoorbeeld. De liefde voor boeken, dat spat hier ook wel een beetje af, denk ik. Dus, maar het is natuurlijk de allerkleinste. Mijn oudste dochter die is 6 en die... Ja, daar is corona. Die zou in mijn klas kunnen zitten. Maar corona is voor haar nu al eigenlijk best wel gewoon. Er is eigenlijk niet meer zo heel veel aan de hand. En op school mag er ook best wel veel. Ja, mijn kleuters die kwamen via het raam naar binnen. Dat is een feest. Ja. Dat zet je dan wel weer positief om. En afstand houden bij kleuters. Dat protocol, daar gaan we het niet over hebben. Maar het protocol wat van bovenaf opgelegd is. Nou, echt. Ik heb er... Nou, laat maar. Anders word ik boos. Een gedicht over moeders. Ja, dat zou nog een gedicht kunnen zijn. Want dit is een beetje hard. Ik wil misschien wel met iets heel zachts eindigen. Deze weer terug? Ik heb er nog wel eentje. Die mag je halen. Dankjewel. Dus moet je hem weer schoonmaken en zo. Dus dat lijkt me. We eindigen met een gedicht nog even voordat je het gedicht... Wat hoeveel tijd hebben we nog? We gaan hard door de tijd. Dus we doen nog één gedicht. En, maar voordat je het voordraagt wil ik... even weten, als we dan toch een getal aan moeten hangen... Ja. Voor hoeveel man kan ik jullie aanslaan? Nou, ik vertegenwoordig in mijn idee mensen die uit de creatieve sector komen... en doseren, lesgeven. Ook vaak uit noodzaak, financieel. En dat zijn er, die ik persoonlijk echt goed ken... zijn er natuurlijk een hele hoop, maar 25. 25? We zitten er eerst 25 bij. Dan komen wij... al een eindje verder. Er wordt die drukke. Ja, kijk, daar zijn ze. Yeah. En jij? Het dilemma, ik kan de striptekenaars, dat is een beetje mijn wereld, kinderboekenschrijvers, dichters kan ik nemen. Maar mijn collega's kan ik nemen. Maar ik heb gekozen voor mijn voetbalteam. Er zitten ook heel veel striptekenaars in. Okay. En we zijn natuurlijk niet meer de jongste, dus wij voetballen nog wel heel fanatiek. En dat zijn er... Je moet veel reserves hebben als je... 32. Dat zijn er 32. Dat zo, zijn er 32. Veel bank. Bart Burgia, vergeet dat niet. Bart Burgia. Bart Burgia, 32 erbij. Dan zitten we op 225.100
20. In ieder geval heel veel dank dat jullie hier waren. En Jorgen, ik wil heel graag met het gedicht van jou eindigen. Ja, dus ik had een klein bruggetje, want Rutte ben ik hier wat onaardig tegen. Zijn moeder is net overleden en toen dacht ik, het moet toch met liefde eindigen. En mijn moeder is ook niet zo lang geleden overleden, dus dat wordt het. We moeten je darlings killen, maar dat is dan maar zo. Moeders. Dapper is ze, die moeder van jou, op weg los te laten, onderweg naar ander licht. Dapper is ze, die moeder van mij, op weg los te laten, onderweg naar ander licht. Dapper zijn ze, die moeders van ons, op weg los te laten, onderweg naar ander licht. Ik gun ze kalme adem, geluiden uit zee, om hen heen genoeg liefde voor onderweg. En daar, eenmaal aangekomen in een oase van lichtjes, rust en teder geluid, pakken ze een nog snel meegegeven cadeautje uit. Vergeten wensen, onuitgesproken woorden, verloren gebaren, vergeten stranden, aangestoken kaarsen, stoere stilte nadert. Stoere vrouwen zijn. Jouw moeder, mijn moeder. Mooi. Dankjewel, Jorgen Bolle en Michelle Benaar. Ik wil jullie vragen je handtekening op de muur erbij te zetten. Ja. En geluk met de toekomst. Ik doe laag. Ik zet laag in.